Yo iedereen, leuk te kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Switch en wat we hier hebben is mijn helm, of course. En een pakketje. Het pakketje dient voor de helm, daarom dat die hier ligt. Even voor de duidelijkheid. Het pakketje heb ik op bol.com, niet gesponsord, besteld dus. Voor een mount op mijn helm te zetten voor de GoPro. Ik had er hier eentje bevestigd, maar dat beeld was niet echt goed. Daarom dat ik altijd de chest mount, dus die op je bovenlichaam vastmaakt. Die had ik dan altijd gebruikt, omdat deze mount niet echt goed was. Dus deze heb ik eraf gehaald. En ik heb nu dit besteld, omdat ik toch wel miste van de camera op mijn helm te hebben. Maar ik wil hem letterlijk hier hebben. En met dit hier is dat nogal wat moeilijk. Dus daarom heb ik dit besteld. We gaan het even unboxen. Bedankt voor je bestelling. Dit heeft mezelf maar 15 euro gekost ofzo. Hopen dat het wel past, anders 15 euro niet. Dus dit is het. Dan zit je letterlijk gewoon hier. En dan kan je hem dan wel bevestigen. Openen. Zo. Dit is wel heel fijn. Dat is goed. Want je moet, als je dat voelt binnen je helm, dan is het wel prettiger. Moest het zacht zijn. Oké, dus dit komt dan gewoon zo. Ongeveer. Ja. Het heeft ook hier van achter zo van die rubberen patches. Dat is voor de trillingen en de bewegingen. Voor niet te laten verschuiven of zo. Om beter te zeggen. Hier heb je dan je GoPro mount. Oh, moet ik eerlijk zeggen dat deze een beetje scheef staat, maar het is beweegbaar plastic blijkbaar. Ja. Niet te beweegbaar, maar kijk. Het zal wel passen. En het heeft hier een opening, dus lange stok of korte stok van je GoPro maakt niet uit. Het zal wel passen. Dus ik ga die even monteren. In front of us. So can we. Dus de bedoeling is, even. Ik had het van jullie uitleggen, moest jullie dat ook bestellen. Geef hier dat clipje, doe dat open. Doe je deze dus achter je helm. Steek je deze hierin. Hopelijk stelt de shirt mijn camera. Zo. Dan trek je tot waar je wil en dan span je gewoon toe en dan zit dat vast. Dus dat ga ik nu even doen. Misschien krijgen jullie een timelapse misschien. Ja, dan haal je je camera dus van het statief af. En dan heb je dus deze. Ik krijg hem dus niet meer opengeschoven. En hem bij een beetje wringen, dat is nooit goed. Bij lenzen. Ik lach nu, maar dat is letterlijk een beetje veel geld. Niet zoveel, maar kijk. Ik zal het nog proberen te doen wat ik kan. Maar nu heb ik dus alleen de body. Zoals dat hij niet kapot is. Halleluja. It works. Ik heb het gefixt. Dit is dan like, ook wat ik bedoel eigenlijk. Hè. Van kijk, nu kunnen jullie alles zien wat ik gewoon zie. En hebben jullie niet eens steady beeld. Maar dan, als ik naar iets kijk en ik wil iets aanduiden ofzo. Van hé, hey, kijk dat. Dan kunnen jullie dat vanaf nu ook gewoon zien. Dat is ook gewoon beter. Hè. Nu kijk naar helemaal naar links, jullie kijken ook mee, maar jullie snappen het wel. Maar dus guys, dat was dan de video. Hopelijk vonden jullie hem leuk, van die unboxing en zo. Er komen binnenkort nog veel meer video's aan, dus stay tuned. Hè. En dan zie ik jullie later.